Ja, paragraaf 2.6 die gaat over de samenhang tussen de ontwikkeling van stedelijk gebied en verstedelijking. Dus we moeten goed kijken naar waarom bepaalde gebieden in de wereld zich op een andere manier organiseren dan andere gebieden. En om dat te kunnen doen is het belangrijk dat we kijken naar een aantal begrippen die je de rest van het AK-carrière dat je hebt zult blijven achtervolgen. Verstedelijking of urbanisatie. Urbanisatiegraad en tempo. Megasteden en wereldsteden. Deze vijf of zes begrippen die je... Daar is geen ontkomen aan als je het hebt over stedelijk gebied. Je hebt ze in Nederland, maar je hebt ze ook buiten Nederland. En die ontwikkelingen, ja, die gaan natuurlijk door. Maar voordat we beginnen, is het belangrijk te weten wat verstedelijking of urbanisatie nou eigenlijk is. En als je het hebt over verstedelijking, dat is eigenlijk het proces van mensen die langzaamaan verhuizen van het platteland naar de stad. En als je nou naar deze kaart kijkt, die overigens gewoon uit je boek komt, kun je kijken naar de verstedelijkingsgraad en het verstedelijkingstempo. En bij het verstedelijkingstempo gaat het om de snelheid waarmee het verstedelijken plaatsvindt. En de verstedelijkingsgraad is het hoeveelheid mensen die er al wonen. Dat verschil is heel belangrijk, want het wordt dus door elkaar heen gehaald, maar als je dat doet... Ja, dan is het antwoord meteen fout. Want er zit een belangrijk verschil in. Als je nou naar deze kaart kijkt, wat valt je dan op? Welk continent heeft over het algemeen de hoogste verstedelijkingsgraad? Dus dat is dat gele blokje in deze kaart. Welk continent heeft de hoogste verstedelijkingsgraad? Nederland, 91. Ja. Nederland staat bovenaan, dat klopt. Maar dat is natuurlijk een land. En wat valt je op? Wat had je niet verwacht misschien als je kijkt naar een ander continent? Dus niet binnen Europa, maar als je kijkt naar een ander continent waarvan je denkt, hé, waarom wonen daar zoveel mensen in de stad? Ja, maar als je dat vergelijkt met 91, dus natuurlijk. Dus je had niet gedacht dat er in Afrika zoveel mensen... In de stad zouden we gaan. Nou, Star. Jawel, dat is eigenlijk best wel goed. Dus je vindt het ook voor de hand liggen dat in Brazilië 86% van de mensen in de stad wonen? Nee, dat van natuur toch? Ja. Ik hoor mensen al zeggen van ja, nou, ja, maar er is toch veel natuur daar, dus er zouden veel mensen in de natuur verwachten. En ik hoorde ook weer niet wie het zei, iemand die zeggen over ja, maar het is ook niet zo rijk, want het is arm. En dat laatste is heel belangrijk. Over het algemeen bestaat er een verband tussen het bruto binnenlands product, dus het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking, en hoeveelheid mensen in de stad. En over het algemeen is het zo, hoe lager het inkomen, hoe minder mensen in de stad. En zo'n vraag is een typische toetsvraag. Een hoe is hoe vraag. Dus leg aan de hand van de bron uit, dat zou dan de kaart zijn, wat het verband is tussen het bruto binnenlands product en de verstedelijkingsgraad. Maar, dan gaan we nu even goed kijken naar het verstedelijkingstempo. Dat zijn de blauwe rechthoekjes. Wat valt je daarop? Wat is dat? Verstedelijkingstempo, dus de mate waarin mensen naar de stad toe gaan. Ja, dus in Nigeria, in Afrika, in Nigeria, in Ethiopië is het best wel hoog. Ja, en in andere landen juist veel lager. Dus je ziet dat er hier iets anders gaande is. Er wonen relatief weinig mensen in de stad, maar ze gaan er wel naartoe. Wat zou dat zeggen over de ontwikkeling van zo'n land? Ja, het land is zich nog bezig met het zich bezig te ontwikkelen. Zuid-Korea is nog best wel goed ontwikkeld. Ja, het heeft ook een hele lage verstedelijkingstempo. 0,3. Maar Rusland is wel een best wel net. Wanneer is je net maar één kind of zo? Ja, dat was zo. Nu nog meer, hè? Het is niet 3. Ja, dat kan je wel zeggen. Als de verstedelijkingsgraad laag is en het verstedelijkingstempo ook,
dan zegt dat iets over hoe ver een land zich heeft ontwikkeld en of het zich nog ontwikkelt. Zeker voor de uitontwikkelde landen, dus de centrumlanden, kun je zeggen dat het proces van verstedelijking gestopt is. Of nagenoeg gestopt is. Want er is een trend dat mensen van de stad naar het platteland gaan en andersom. Dus er is meer uitwisseling. Maar het is niet zoals in de arme landen dat mensen massaal naar de stad gaan om daar te gaan werken. Exact. Dat was het volgende wat ik wilde zeggen. Hoe noem je dat dan? Dat mensen van het platteland naar de stad gaan. Urbanisatie. Snap jullie nu ook waar het begrip urbanisatie graad en tempo vandaan komt? Urbanisatie en tempo waarmee de bevolking verhuist of in de stad woont. Als je vervolgens kijkt naar dit kaartje, dat is een iets recenter kaartje dan de vorige. Hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen er in stedelijk gebied wonen. En dan valt met name op dat Zuid-Amerika, ondanks dat Zuid-Amerika semi-periferie is, heel erg veel stedelijke bevolking heeft. Maar hoe komt dat? Waarom heeft specifiek Zuid-Amerika zo ongelooflijk veel mensen in de stad wonen? Heeft iemand een idee waarom? Waarom zijn die steden daar zo belangrijk? Wat is daar wat? In welke stad? Inkomen, werk. Precies, werkgelegenheid. Het grote probleem, of dan is het probleem, het grote punt in deze landen is dat het vaak kolonies geweest zijn. En die kolonies hebben ervoor gezorgd dat bepaalde werkgelegenheid zich heeft toegespitst op stedelijk gebied, handel. Dus die landbouw is daar al heel lang niet belangrijk meer. Ze zijn al veel eerder gestart met die handelsposten. Denk aan de VOC, de WIC. Hè, dus dan heb je het over de 17e eeuw. Dus die zijn al veel vroeger opgeschoven in het demografisch transitiemodel. En dat is wat je hier ziet. Ja. In Azië ligt dat anders. Die zijn op een wat meer natuurlijkere manier aan het opschuiven in het demografisch transitiemodel. Waardoor er aan de ene kant relatief veel mensen zijn die in de dienstensector werken. Maar aan de andere kant ook nog heel veel mensen in de landbouw. Nou, het gemiddelde daarvan resulteert in dit verhaal. Als er nog genoeg te verdienen is in de landbouw, zullen mensen natuurlijk niet zo snel naar de stad trekken. Want daar is minder ruimte, daar zijn geen huizen enzovoorts. Dus dat is het hele verhaal rond urbanisatiegraad en urbanisatietempo. Onthoud alsjeblieft het verschil. Een ander voorbeeld. We hebben Turkije en Indonesië als voorbeeld. In alle twee landen is urbanisatie. Als je dan naar deze grafiek kijkt. In welk land is de urbanisatiegraad het hoogste? Als je naar deze grafiek kijkt. Heel simpel. Turkije. Ja, precies. Turkije heeft de meeste inwoners in de stad. Want je ziet dat er hier sprake is van een hogere kolom. Maar dan, als je vervolgens gaat kijken naar de ontwikkeling van beide landen, dan zie je dat er in Indonesië al sprake is van bevolkingskrimp. Terwijl het alle twee landen zijn in de semi-periferie, die alle twee een groot deel van hun inkomsten halen uit industrie en toerisme. En dan toch zie je zo'n groot verschil. Waarom zou, en dat is wel een lastige vraag, waarom zouden in Indonesië relatief weinig mensen in de stad wonen? Wat is er met Indonesië aan de hand waardoor dat gebeurt? Ja? Weinig plek. Want? Weinig plek. Het is een eiland, uiteindelijk een eiland. Exact. Indonesië bestaat uit allemaal verschillende eilanden en er is relatief weinig plek om grote steden te huisvesten. Dus wat je ziet is dat er wel mensen in dorpen wonen, maar je krijgt een soort agglomeratie. Dus mensen wonen bijvoorbeeld op 10 kilometer van de stad af en blijven daar. En dus goede infrastructuur, dus ze reizen heen en weer. Waardoor je dus niet per se in die stad hoeft te wonen. Plus het feit dat de werkgelegenheid, en dat is natuurlijk het voordeel van een eiland, zich overal vestigt. Want toerisme vind je overal. Hè? Je hebt vulkanisme, je hebt resorts, je hebt het binnenland. Je kunt eigenlijk overal naartoe. En dat zie je bijvoorbeeld op Borneo. Ook Borneo is deels Maleisisch, deels van Indonesië. Dat de steden die er zijn vooral aan de kust liggen. En vooral de mensen daar verplaatst zijn over kleinere steden zou je kunnen zeggen. Dus niet in de grote steden. Ik heb nog een grafiekje hierbij gepakt. Dit zijn
zeg maar de landen waarbij je iets kunt zien over de ontwikkeling van de verstedelijkingsgraad. Dus we kijken weer opnieuw naar het aantal mensen dat woont in de stad. De paarse lijn is het aantal mensen in de centrumlanden. Dus dan kijken we heel duidelijk naar wat er in de westerse landen plaatsvindt. Wat je ziet is dat er in de centrumlanden een kleine, ja, nee, niet een daling, maar een minder snelle groei is van de verstedelijking. En dat komt, waarom? Waarom neemt het hier af, die verstedelijkingsgraad? Wat hebben wij in Nederland, wat doen mensen? Niet zozeer woningnood, maar waarom zouden er hier langzaamaan minder mensen naar de stad toe willen? Prijzig. Duur, prijzig. Ja? Is er nog iets anders? Inflatie. Ja, dat heeft er wel mee te maken, inflatie, maar... Drukte. Maar met name omdat er gewoon weinig ruimte is. Mensen willen ruimte en die kiezen ervoor om weer buiten de stad te gaan wonen. En dat zie je niet alleen in Nederland, maar dat zie je op meer plaatsen. Aan de andere kant, in de semi-periferie... is dit bijna gewoon lineair. Dat blijft doorstijgen. De lijn van Afrika is alleen grillig. Wat zou een reden kunnen zijn waarom er momenten zijn geweest in Afrika waarom er op dat moment minder mensen naar de stad wilden gaan? Ja? Oorlogen, veiligheid is een probleem. Ja? Niet zozeer corona, maar wel andere epidemieën. Ziektes, precies. Net als in de middeleeuwen in Nederland... zijn steden in landen die zich moeten ontwikkelen vaak niet echt schoon. En op het moment dat er dan weer zo'n ebola-epidemie uitbreekt, vaak in stedelijk gebied, gaan die mensen daar natuurlijk niet naartoe. En dat zijn dips die je kunt zien in die lijn. De periferie over het algemeen stijgt gewoon langzaam ook door. Dus, als je hier integraal iets over zou moeten zeggen, dus over de hele wereld, wat zou je dan kunnen zeggen? Over de ontwikkeling van de verstedelijkingsgraad. Over de hele wereld als je uitgaat van deze grafiek. Ja, dat het doorgaat. Je zou beter kunnen zeggen dat er steeds meer mensen in de stad gaan wonen. Dit is zo'n typische toetsvraag. Nog heel even voor de zekerheid. Drie manieren waarop steden in de periferie groeien. A. De trek van het platteland naar de stad. Dat is logisch. Migratie. Uitbreiding van de stad. En natuurlijke bevolkingsgroei. Maar wat was dat natuurlijk weer? Natuurlijke bevolkingsgroei. Wat veroorzaakt de snelle bevolkingsgroei in Afrikaanse landen? Nee, het gaat niet over migratie. Dat is een andere oorzaak. Ja? Ja, er worden veel meer kinderen geboren daar. En mensen die naar de stad toe gegaan zijn om daar te wonen, krijgen daar kinderen. En aangezien ze in die landen veel kinderen krijgen... groeit de stedelijke bevolking explosief. Gevolg is dat sommige steden extreem groot worden. Megasteden. En zoals u net konden zien heeft Zuid-Amerika bijvoorbeeld een verstedelijkingsgraad van meer dan 80%. Dat is behoorlijk hoog. Kijk even mee naar het aantal inwoners van de grootste steden in Zuid-Amerika. Sao Paulo, gemiddeld genomen, bijna 22 miljoen inwoners in één stad. Dat is extreem. Sowieso zijn er heel veel grote steden daar. Met als gevolg slechte hygiëne, weinig werkgelegenheid, enorme drukte op de wegen. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er eigenlijk niet, zou ik kunnen zeggen. Ja. Zou je dan ook kunnen zeggen dat het in megasteden ook weer plaatsvindt van suburbanisatie, omdat het in de stad juist weer wil? Nog niet. Dat zal gaan gebeuren als de mensen op een gegeven moment genoeg geld hebben. Ik weet niet of iedereen het had gehoord, maar waarom is hier dan, zou hier al suburbanisatie plaatsvinden? Als mensen zouden terugkeren naar het platteland, dan hebben ze helemaal geen inkomen meer. En heel veel van die mensen die werken in de informele sector. Dus ze hebben sowieso inkomen en ze hebben een woning. Dus dan hebben ze zoiets, nou weet je wat, we blijven in die stad. Het komt wel voor, dat is wat zuidelijker in Amerika, in Zuid-Amerika, dat er mensen aan de rand van de stad op het platteland blijven wonen. Dus die kiezen ervoor wel dat plattelandsbestaan te hebben, maar die wonen relatief dicht
bij hun afzetmarkt voor hun spullen. En die reizen heen en weer. Dat zie je wel gebeuren. Daarnaast, en dat heb je natuurlijk overal in de wereld, sloppenwijken. Nogmaals, ik ben niet zo'n fan van het woord sloppenwijk of krottenwijk als het gaat om Zuid-Amerika. Noem het alsjeblieft gewoon een favela. Dat zijn namelijk wel degelijk gewoon gebouwde huizen. Alleen niet door de staat beheerd, maar door andere mensen met veel geld. En dat is vaak geld afkomstig uit de drugshandel. Nee. Er zijn ook nog wereldsteden. Megasteden zijn gewoon groot. Maar wereldsteden zijn ook belangrijk. En dit kaartje laat iets zien over de verhouding wereldstad-megastad. 25 grootste megasteden liggen er maar 5 van in de centrumlanden. Heeft iemand een idee waarom wereldsteden zo belangrijk zijn? Wat hebben ze dat gewone megasteden niet hebben? En denk dan aan een stad als Londen. Wat heeft Londen dat andere steden niet hebben? Alles. Alles. Wat alles? Ik denk wel ontwikkeling misschien, omdat heel veel mensen zijn, dus ook meer technologie dan ze daar zijn. Ja, technologie is er eentje. Dat is al de eerste, maar er zijn er nog 3. Precies. Community, de samenleving. Je ziet in Londen bijvoorbeeld dat er wel iets van 200 verschillende culturen zijn. Amsterdam ook, maar Amsterdam best. Amsterdam is natuurlijk niet zo groot. Ja. Je ziet dat je ziet dat er sprake is van een wereldstad als de stad voldoet aan alle kenmerken die eronder aan staan. Dus A, ze zijn vooruitstrevend in technologie. B, ze hebben een brede culturele basis, zou je kunnen zeggen. C, ze hebben een economie die wereldwijd invloed uitoefent. En ze zijn vooruitstrevend als het gaat om energie. En dan niet om de productie ervan, maar over innovatie. Dus bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën om uitstoot te beperken. Duurzaamheid, exact. Omdat er vooral veel internationale studenten. Precies. Internationale studenten dragen bij aan innovatie. En daar wordt weer geld mee verdiend. Niet voor niets dat er zoveel mensen naar Londen trekken. Maar niet alleen Londen, Parijs heeft het ook. New York heeft het, Los Angeles heeft het. Amsterdam staat hier ook bij. Maar Amsterdam heeft voornamelijk alleen de technologie. De rest niet. En dat komt omdat er in Amsterdam natuurlijk opleidingen zijn die zich richten op exact de ontwikkeling van technologie. Denken jullie dat dit beeld zal veranderen in de toekomst? Waar zouden er, denken jullie, steden bij gaan komen die ook mondiale invloed gaan uitoefenen? Ja, nou, China heeft er natuurlijk al wel. Hongkong staat er al bij, maar dat is waar, zeker. Waar is Shanghai? Rusland. Hongkong is toch al Rusland. Singapore is toch ook een land? Rusland voorlopig niet. Hongkong. Ik denk gewoon dat we willen ook niet met de willen ook een land zijn. Ik zou bijna denken. Exact dat wilde ik graag horen. Landen die nu in de semi-periferie zijn, die gaan zich ontwikkelen. En die zullen zich gaan specialiseren. En op den duur zullen ze dus veel meer invloed krijgen in de wereld. We hebben hier nog een keer het kaartje verstedelijkingstempo, verstedelijkingsgraad. En wat viel nou op? Die wereldsteden liggen niet in de landen die nog zich moeten ontwikkelen. Dus wederom kun je zeggen dat het centrum-periferie model, dus centrum, semi-periferie, samenhangt met A, de ontwikkeling van stedelijk gebied, B, de aanwezigheid van grote steden die invloedrijk zijn in de wereld,
en C, een hoog inkomen hebben. Want dat is waar het om gaat. Dat was hem.